Ja. Ik zie het allemaal goed wakker zijn en dat je dus alle kutjes dat je zet hebt, je kent de namen aan, min of meer, bij de Nieden was het moeilijk, want dat was een allochtone naam. Ik heb dat niet, maar ook niet goed de gewoonte om die gemakkelijk op tafel. Yo, vandaag gaan we spreken over de kermis. Gaan we misschien meer dan ik van de kermis, maar ik heb zo het een en het ander bijeen gezocht om daarmee te beginnen. En als ik met een opdracht gedaan heb, dan moet je mij dat aan vasthouden, want dan gaat de gala werken. Dit allemaal een kermbaan? Ja. Ja, dat is goed, want op papier krijg je van maas beginnen. Goed. De voorkramers, die komen naar Mechelen Kermis, naar de Jeulievoer en later naar de Bamisvoer. Bamis van Zimbavo. Zimbavo, zie je feest, is de 1e oktober. En die is gestorven in 659, alstublieft. En die niet ten eerste Halloween. En Halloween, dat is een Engels woordje, Halloween. En je verstaat het al, dat is weer iets pre-christelijks. Hè? Dat is een feest dat al veel christendom bestond, maar dat ze ermee ingebakken hebben. Hij was een adellijke neer in Aspelgouw en hij wist de dokter van de graaf te verschalken. Ja, als je dat zo doet, een dokter verschalken van een graaf, dan krijgt een dokter, en die dokter is heel braaf geweest, die is in het klooster gegaan, die heeft het val aangenomen. Dus de vrouwen van de zevende eeuw, die namen ook al het val aan, gelijk dat erna zijn, die ook altijd de val aannemen. En die gaan binnen. Maar de vrouw van die Halloween, die sterft, en die Halloween was een Charles, en niet op dat bedoelde Charles, maar dat was zo een die ter hoofd van aan, hè, de scheve schutserijen en noem maar op. Maar als een vrouw dood is, dan heeft hij hem bekeerd. Want het is veel van die gevallen zo. Hè. Dan zijn de mensen ineens van de kook. En ze denken ineens aan het hiernamaals. Hè. Wat gaat er met mij gebeuren? En hij wordt dan een brave geestelijke, wordt gedoopt. Kennismaking met Sint Amans. En noem maar op, het wallenbakken is gedaan. En vandaar misschien ja, dat kermis, Bamis, het feest van een keer goed alles opdoen en goed plezier maken, maar daarna de portemonnee dicht en moet een beetje op bazaken letten. Dan zijn er nog kermissen, wat dat er van gesproken weer en werd in Mechelen, de Duiveltjeskermis, maar dat is iets heel recent, dat is iets van de 21ste eeuw, dat gaat over heavy metal en rock, en dat is maar specialiteit niet, ik heb dat maar gerust laten liggen voor wat dat was. Dan heb je ook de Kreekravelkermis in Oembeek, sinds 1988 de Kreekravelkermis. En wat doen ze daar? Ze zetten een tent op met zangers, ze hebben een vierenmuilen, ze hebben een springkasteel en ook de Skeeler Contour. Natuurlijk, in ons dagelijks leven komt dat Engels overal deur. Hè. Iedereen weet op wat dat is, Skeeler, hè. Dus schatsen op rollokkers. En dan hebben we ook twee betankclubs, betaken en krikkelerveld. En dan hebben we de twee dansgroepen die optreden, de muzen en de maakloksjes. En dan ook is er kadé en animatie. De kadéën kunnen we organiseren. Dan hebben we nog een waking, dat is Battelkermis. Battel is altijd een gerucht dorp apart geweest. Woorden bij Mechelen, maar is altijd een beetje apart geweest. Dan heb je in ons kontrijen rond Mechelen, ik spreek altijd van de waak van de kolommen van de Terveurse Steven, omdat mijn ouder, die is heel laat en die kan er nog veel over vertellen. Ik heb dat zelf gewoond natuurlijk. En daar hadden in elke straat de kermis, vroeger, voor de Tweede Wereldoorlog. Maar dat stelde niet veel vuil. Dat was misschien één of twee krommetjes die daar stonden. En dan hadden de mensen als grootste vermaak, dat was dus de serieuze wandeling. De serieuze wandeling. Dan verkleedde de venten zich als vrouw en de vrouwen als vent. Ja. In die tijd was dat bijvoorbeeld voor de meisjes of de jongere vrouwen een piccolo kostuum. Dan liepen die er eigenlijk met piccolo.
En die moest er ook een burgemeester hebben. En die burgemeester, dat was meestal de halve deel of de hele deel van de geburen. Die kreeg dan een chapeau-buis op zijn kop en een kontenkletser. En die mocht dan een beetje burgemeester spelen. Dat verslapte wel, hè, misschien met de crisissen tussen de oorlog. En dat was er wel een karabietje strommel of een karabietje schaaf. Die stonden nog met een oud koppeltje dat dan nog jaren gedaan heeft. Voor de oorlog. Na de oorlog was dat weer nog beter. De commerçanten zaten daar achter, er kwamen ballonnetjes. Er kwam veel naar uit, want dat was altijd in juni. Ik weet nog, we moesten blokken in studeren. En dan was die kermis daar met veel naar uit en kabaal over de stiep. En een paar dagen later, een week later, was de kermis in Mechelen natuurlijk. Hè. De jeugdkermis. Die ook al van alles meegemaakt. En daar gaan we een keer iets van lezen. Dat kreeg je alleen het papier van. Ik ga het eerst eens voorlezen, mijn beste vermogen, godsvrucht en vermogen. Ik heb daar gehoord, ben dat gaan halen bij de streekkrant, Toepsenjurken, en de titel is, kermis. De jeulievoer drooiden wij op volle toeren, niet te veel regen, niet te eet, juist gelijk als het moet zijn van een goede kermis, en een zomer gelijk als vroeger. Vroeger, toen het nog echt kermis was. Want het geeft naartoe, boten de loterij en het drooimeerlijke is er niet veel meer te blijven. Wat is de daad van Adriëntje? Wat is de daad van Adriëntje? Van de lut met een beer, van het kind met draakoppen. De daad toen de voer nog op de lijn, de vie met en de buiten met stond. Dat heb ik niet meer geweten. Je wilt er met niet meer. Het andere. Stilletjes aan boost het te veranderen. De mensen van de voer kosten ze kost niet meer verdienen. De bufkes met zijn potsotelkes kwam op de deur niet meer. En de kermis zonder potsotelkes, dat is toch geen kermis. De kakkewalk, die heb ik nog gekend. De motaars, de boks, de rups. De touwmeulen van Verdaak. Daar heb ik moeten vragen aan Snoe, wat is dan een touwmeulen? En zei dat dan uitgeleid wat dat was? Dat was een meulen, je kon van boven zien dat er daar iets rondrooide, dat waren pietjes die op en neer gingen, en zo van die stolen of banken, waar je met twee kon opzitten, en die waggelden een beetje. Maar dat was voor de koppeltjes, hè? Koppeltjes die een keer een beetje intimiteit wilden, dat ze die in het donker of in aan de andere kant van die meulen rondrooiden. Gelijk in de rups, hè? Misschien als je in de rups zat, kon dat aga even de kus geven aan je leven, maar dan ging die kap open, ze keer heel Mechelen naar laten kaken en in die taart waren ze dat verlegen. Nou zijn ze dat moeten verlegen, maar alleen. Dus de toemeulen van Verdaak, dat heb ik geleerd van Osmo gisteren nog. En dan de toevenaars, die hij nog niet verketterd waren, maar vroeger in het ancien regime, de toevenaars bijvoorbeeld, die kregen geen hulp van de openbare onderstand. Hè. Die betotten de mensen en die werden niet geholpen. Het is allemaal van vreugde, zei het op Sjorken. Goed, voor nog is over te klappen en te vertellen, maar ons kleinkinderen kunnen natuurlijk niet voorstellen hoe dat was. Het enigste wat er nog overblijft, dat zijn de lijftige pietjes. En dan concurrentie met Antwerpen. In Antwerpen mogen die niet meer staan. Maar dat komt omdat ze dan een burgemeester hebben die niet kan lachen. Bij ons is dat anders. Eens soms kermis op Stadhoos zelf. En wat krijgt dat dan ineens? Een zure peet, of een zure pij, die vindt dat ze dat moeten verbieden, omdat die beesten wat in het rond lopen. Ze krijgen wel goed eten en als ze ziek zijn, komt er een veterinair. Maar dat is niet genoeg. Bewazen kan hem niks, zei hem op de televisie. Maar hij vindt toch dat het niet gaat. Hij vindt het niet goed. Als je morgen moet luisteren naar wat de eerste de beste vindt, dan zijn we goed af. Voilà, als opsignor. Ik kan eens vragen aan alle om dan een keer uit te lezen. Nou moet ik me verexcuseren, ik heb dat rap moeten overtypen. Ik heb hier en daar wel een foutje gemokt. Maar ja, het algemeen Mechels is ook niet altijd dezelfde spelling van God en Klapierke. Dus ik heb geprobeerd van dat duidelijk te maken. Deelt dat eens uit, Jacqueline, geeft hem dat uit. Ik ga dan alle vragen om ook een keer een stukje te lezen.
dat wordt een accent horen van, ja, van wat dat komt, van een spoor, van de stad, van de Brusselse, kant van de Brusselse steenweg, van de Leerse steenweg zeker, Kerk of Laan, en dan van de stad zelf, en de Leuvense steenweg, ja, van Ekelo, klopt het nog? Leuker. Ja. En dan van de Terveurse steenweg, en dan, alle Hollands, dus alle Hollands Mechels, van de Julien en de Hillemons, met zijn vader Charles Mons, die hebben de Noordwijkse steenweg, dat is de gebeuren van de Brusselse steenweg. We gaan in hele maanden iedereen laten lezen, maar ik moet wel vragen, als je de regels stelt op regel 4, niet meer te blijven, dat staat een oproepingsteken, zet daar dus een die in. En dan hebben we nog wat verder op de zevende regel, de bufkes met een e onder dat doetje, zo een botsen telkens. En dan de regel die op volgt, de achtste, dat is toch geen kermis, ge van Gerard. En dan nog de twaalfde, de lijftige te pietjes. En dan ja, bij ons, in Mechels, die tussenklank, de je, verbindingsje, dreigend zeggen de mensen, dreigend. Gaat de gajoep staan, als kadeien vroeger, die stond de joep. De joep gestaan. Ja, en mijn zuster die sprak van de treigen. Ja? De treigen. De treigen, als ik kind. De treigen, ja. En een stoffe jongen. Dat is een toffe stof. Dat is een stoffe jongen. Zo van die dingen. Hè. Goed, dan ga ik dat indelen tot en met de vijfde regel. En van de, ja, vanaf de daad op de vijfde regel tot en met van vreugde op de tiende regel, de volgende. En dan van Gofeu tot en met dan ineens, de vijftiende regel, het laatste stukje met zeuren bij tot en met zijn we goed af. Gewoon maar ze eens horen hoe gaat dat zegt en hoe gaat dat misschien toch nog anders zeggen. Jacqueline Anade hier. De zeuren voor de droge. Ja, op volle toeren. Niet te veel dragen, maar niet de i. Just, gelijk als is, met z'n veel. Just gelijk als het moet samen. Just gelijk als het moet samen. Van een goede kermis in een zomer, gelijk als vroeger. Vroeger, toen nog echt kermis was. Want het geeft naartoe. Boten en. Boten de Luitera. Wat is dat, de Luitera? Een Luitera. Luitera is een goed. Ja. En een droomuilke is er niet veel mee te beleven. Wat is dan taal van Adriëntje? Van de lut met een bij. Van het kind met draakoppen. Dank je, dat is goed. Je hoort al lichte verschillen hier in dat. Het Adriëntje, wat is dat? Wie is dat? Smaaltevallen. Smaaltevallen en wafels. Ja, en wafels. De volgende, Juliette, een aantal hier. De dood toont de voerder op de lijn, de geïnheid en de buitenmetsel. Stilke zamen moesten te veranderen. De mensen van de voer kosten niet aan, ze kosten niet meer verdienen. De bufkes, missen botsotten, de bufkes missen botsotten, kom op de deur niet. En een kermis zonder botsotten, dat is toch geen kermis. Ga maar verder, toch nog een beetje. De kakkenwalk, de motaars, de boks, de rups, de toonmuilen van Verdaad, de proevenijs, die is allemaal van vreugd. Dank je. De motaars, wat willen ze daarmee zeggen? Was ze een wazige bol? Ja, nee, dat bol zo rastig en gevaarlijk. Je ziet in fase. En daar is het. Ja, maar ik heb nog gewend met de artist. En die kan er eigenlijk niet zo, die rijden niet met iemand. De artist. Mag je dit ook zeggen als de. Ja. Dat was met een motocyclet, dat ze dan daar niet rondrijden, want dat trappen in hoegen. Ja. Dat is nog wel als ik dat zeg.
Ja, je zegt in een haas er een bol. Ja, ja, dat is een bol. Nee, ik heb me gewend in een bol ook. Ja, ja, in een bol. Ja, ja, ja. Dat was in een ook voor de kop. Ja, ja, ja. Een ton, zo precies. Dat was een ton. Dat was een ton. Nee, ik heb dat geweten als een ton. Dat kan je niet zien. Dat zou ik niet hebben gedaan. Die ton heb ik nog gehad, maar je zou tegen de... Ja, die middenpunt vliegt in de... Ja, tegen de zaak aan het gingen staan, dan weten ze veel zijn. Ja, ja. Ja, goed, en wat kun je dan merken, Juliette of Dander, dat een event is die dat schrijft? Ja. Oh, dat ga ik merken. Oei, dat heb ik niet gedacht. Een zegegeven dat je goed kunt zien dat een event is. Ja? Ja. Een box, dat respect van een box. Een box? Een box? Ja, dat ja, een... misschien. Ah, de box. Ze draven die geile boxen zien ook. Ja, een box. Als je een boksmatch ziet, dan zitten altijd vragen op die straat. Ik heb het ook gezien. Ja, ja. En dat dan corrigeert de boksers. Ah, nee. Allee, over welke attractie spreekt het vaak meest? Oh, de botsen telkens. Ja. De meskers kunnen ze erop nemen, de botsen telkens. Ja, die compagnie. Enkele hier. Ah, de compagnie. Ja, ja, ja. Ja. Dus, maar kan er ook niet vastpakken. Ja, want dat is dan nodig. De buurstier. Ja, ja, ja. Voilà, dus... De botsen telkens. Ik ben niet meer dat de kosten kon verdelen. De boeken in die kanen. Daar weet de vrouw de voegde tussen. Ook al, ja. Als je mannen met een mesje, dan had het trokken missen. Ah, en die zagen daar, die boten. Ja, dat is juist. De boten zijn. Ja, dat is juist. Daar kwam altijd juist. Altijd kwam dat bij je. Ja. Dat is een juist stukje. Ja, ja. En dan in de luchtjes in fouten ook wegblijven, omdat die dingen te zijn. Ja, dat zijn een goede mensen geweest toen in Mechelen. Dat ze dat voegden aan de bots. Ah, dat was het. Ja. Ik weet niet of de bananen weer verbaasd. Ja, dat is juist. Hè. Dat is dan ook niet neef, hè. Kiebergen, bonnen, oh ja, dat is ja. De messen met ja, maar dan. Dat is ook messen, messen met ja, ja. En dat is nog drie generaties geleden dat ze dat allemaal deden. Ja, ja, dat is goed. Je mag ons verbreken. Dat waren de kortsten, hè. Ja, dat is juist. Die staken met messen, nee, messen ja. Maar dat waren speciale ja, messen, ja. Die wisten dat. Er waren messen met maschinellemmen, zoemelemmen, grote riem. Daar konden geen zwaar wonden mee maken. Ah, dat was een rondgeschreven regel, maar voeg met messen, met een klein lemmen. Dat zei dat met staak. En tuurlijk, als je juist in zijn ader gaat, nee, sorry. Maar daar kon je niet zo'n dat was kappen, hè? Dat ja, kappen, hè? Ja, ja. Maar die. Maar die. Kappen en snoren. Ja, ja. Kappen en snoren. Ja, kappen steken en snoren. Maar de gendarmen die hebben dan niet komen, hè? In Tumelo. Dat is daar. Was druk. Nee, dat deden we niet. Nee, dat was dat niet. Go, dan zitten we dus aan de volgende. Dat is Annie. Annie, go, voor nog eens over te klappen. Ja, hoeven voor jezelf te klappen en te vertellen. Maar ons kleinkinderen, die kunnen daar niks van gaan vuistellen. Hoe dat was. Het enigste, wat er nog overblijft, dat ze... Ja, de lijftige pietjes. De lijftige pietjes. Je moet laten vallen, sorry. De Antwerpse buigen die niet misstaan. Maar dat komt omdat ze nou een burgemeester die dan niet kan lachen. Bij ons is dat anders. Is soms kermis op het stadhuis zelf. En wat krijgen we dan nog ineens? En wat krijgen we dan ineens? Wat krijgen we dan ineens? Een zeuren pij. Ja, verschil. We gaan de rest af voor Annemie. Ik weet niet dat die nog iets speciaals heeft. De lijftige pietjes. Natuurlijk op de muilen, de pierremuilen, de oude pietjes die op en neer gaan. En dat was in de toelmuilen van Verdagen blijkbaar het geval. Maar die lijftige pietjes in Antwerpen hebben ze daar een keer tegen geprotesteerd, zeker. En
poepsenjurken die een eigen heeft aan Antwerpenaars, of omgekeerd, en is zelf een Antwerpenaar, in Mechelen verzeild geraakt. Ik weet niet hoe je het moet bekaken, die moet toch een beetje lachen met die van Antwerpen. Maar hij geeft ook een snaar naar de Mechelaars. Annemie? De Europee die vindt dat ze dat moeten verbieden, omdat die beesten worden in het rondlopen. Ze krijgen wel goed eten en als ze ziek zijn, komt er een veterinair. Maar dat is niet genoeg. Blazen kan hem niks, zei hij op de televisie. Maar hij vindt dat toch niet goed. Als je morgen moet luisteren naar wat de nieuwste de beste zelf vindt, dan zijn we goed af. Voilà, de moraal van ons Oepsenjurken. Oepsenjurken die is eigenlijk zijn rubriek in de strijkkrant. Ja. Nou, hebben we dus de tekst eens gelezen, we hebben eens gehoord hoe dat Mechels klinkt. Ik ga die niet een tweede keer doen lezen. Hè. Dat kun je alle thuis doen als loswerkers je wilt. Het hoort wel dat de ene al wat rapper is en de andere al wat meer deftige woorden gebruikt, hè, Annie, dan de ander. Zeg, voilà. Dus dat Mechels is ook woordgebruik, hè. Intonatie, maar ook woordgebruik. Typische woorden, hè. Zabberen, hè, bijvoorbeeld. Zabberen. En noem maar op. Hè. Dat zijn die woorden, zabberen. Ja, zabberen is nog een ander woord. Dat is een ander woord. Ja. Dat heeft meer met drinken te maken, denk ik. Ja, ja, vooral. Nou, ga ik alle nog een taak geven. En die taak die bestaat erop. Als we vroeger klaar waren, dan kregen we, dat doen ze dan ook in de taallessen, kinderremkes om de taal te leren. En zo bestond er in Mechels ook. Marcel zal er misschien nog veel meer kennen dan ik. Maar als we wel klaar waren, dan kregen we de dikwijls, begint men, kunnen de met. En dan sloegen ze in dat, koop een koei, maak een pens, voor een zieke mens, atje, als kinderhapje. Nou ga ik aan alle vragen om ook zoiets te maken. Maar, je begint met, ga naar de kermis. Vier regels, mijn liefst, met wat ze woorden in. Als je moeilijkheden hebt, hier in het woordenboek. Ja. Ga naar de met, hè, in dat stramien, nou, ga naar de kermis. Ja, maar verder, hè. Ga naar de kermis en je mag dat vier regeltjes nemen, ja? Wil de voorbeeld van ma, ga naar de kermis, geen weinig centen, maar belangrijk krijg ik man procenten. Dat moet niet, dat mag. Dat moeten we nou doen. Ja. Dat mag. Ja, dat mag. Wat wil de papier van na? Eerst heb je de papieren klapblaadje. Vriend, papa. Dat moet allemaal inspireren, hè? Seksueel gedoe van maken. En er zijn lekkere bekken bij ook.
de klauwe mannen bij je mee. En kan spelen in casino, komt ook de reis gaan. Ik mag maar even. Ga dan terug naar de vier met ze? Ja. Dat is een beschrijving. Ik ben van boy. Allee, de meesten hebben toch al een regeltje of twee draad, sommigen al vier. Ja, Marcel, oké, als je klaar bent. Ik moest zo'n beetje draaien. Ik ga naar de kermis en koop een smakenbol en een fruit. En mijn leef deze fruit naar de roos en speelt naar de lucht met een bos. Dat is een ondeugend, ja. Dat is een goed. Goed, zijn er nog die grietsen of kleren? Ja. Annemie? Ik ga naar de kermis, de kadeeën zijn content, maar het is allemaal veel duurder als vroeger, krijg ik ook maar met een percent. Voilà. Ja, goed. Ja, dat is duur, hè, naar de met gaan, de mensen ja. Naar de kermis gaan. De mensen sparen ja, dat, zeker. Hè. Nog iemand die grietjes? Ja. Leo? Ik ga naar de kermis met de mannen van de gilet. Die deden van alles en ik had niet genoeg prijs. De mannen van de gilet, leg dat eens wat uit, want dat was in de hoek. Dat was op de nerveus gesteld. Dat waren bekende mannen. Twee vitrines, hè. Dat ik eens binnen geweest. Ja, dus ja, dat waren, mama weten waren dat twee gebeurs. Ja. Je had de ene die naar de winkeltje, ja. Dat was langs de kant van de Vrijdenstraat. Ja. En de andere die woonde aan de Elberkant, langs de kant van de Sint-Jozefstraat. En die Nine van de kant van de Sint-Jozefstraat, die stond de met, vooral aan de zee. Ja. Die kostte veel aan de zee tegenkomen. En daar sprak hem Engels. Die, ja, ja, dat sprak hem Engels. Verkocht, dat was zo. En dat was hier van de Elberkant ook, die kwam aan de zee. De Dikke vertelt dat, en Hendrik Dietrich vertelt dat in zijn boek Mijn Kinderjaren. Ja. En die kwam aan de zee. En die van de Gelei, dat was hier met een plakje gezien. En die van de Gelei, die sprak daar. En die zei tegen die van de Hansewekker, we kennen die niet. Zei, do you speak English? Nee, zei het, Hansewekker Hoeks. Dat is waren zwaar mannen. Dat waren zwaar mannen. Maar de andere was een grote strozer, hè? Ja. Die van het winkeltje. Ja, ja, nog langer zo. Ja. Een lange, een grote strozer. Ja. En die mannen van de Gelei. Vooral de Nienen, de grote strozen, ja. Die organiseerden van alles. Die organiseerden een loopwedstrijd, die organiseerden met de Vlaura en met een achterwiel, moesten dan een naar kapot ja, maken. Ja, ja. En zakken volksspelen. Volksspelen organiseerden die. Ja. En dan kostte bolletjes winnen, viel de botsen nog eens te zien. Nee. Nee, als je bepaald wie was, ja, ja. Op een bepaald ogenblik heb ik eens meegelopen. En dan was ik de vierde of de vijfde. En dan krijgen we bijvoorbeeld 10 bolletjes om de botsatokkers te zitten. De mannen van de gelei hebben dat jaren en jaren en jaren gedaan. Hè. Ja, ja, tot de jaren 60 nog. Van een ogenblik dat 10 mannen weg waren, ja, is vrouwelijk dat ze weg genoeg hebben, is bergaf gegaan. Was dat familie van Carolien? Nee, het was Gillette. Het was geschreven Gillette, hè? Ja. Gilet, nee, dat was omdat die Nederlander in Gilet. Ja, Gilet, zo, ja, Gilet. Die Nederlander in Gilet, ja, en wij waren ook de mannen van de Gilet. Maar die Ieder Valkelijk Wouters. Want de vrouw van Rikoppers, de voetballist van de Maliwaai, ja. Niet die van het Bergen, hè. Mm-hmm. De vrouw van Rikoppers is daar een nicht van. Ja, ik heb daar een paar jaar werkcentrum daar. Ja, ja. Daar met die weduwe van Poppen zitten. Ja, ja, ja. Ik heb daar nog foto's van gekregen. Ja, even. Ja. Ik heb het overgenomen, maar ik wist niet wie dat zo was. Het is een oude beeldbank. Ja. De beeldbank is een vuil foto's, want ze helemaal, haar dochter had helemaal een beeldbank gekregen. Ja, ja, ja. En dus, ja, ik vind wat te zeggen dat ik die fabriek ook kende, waar ik woonde. Van de hoogte naar de mee, maar ik woonde ter verre, ter versie 736. Oké.
Dus in Rozen van het syndicaat. Ja. En de koppers met zijn vrouw, die wil niet dragen door 38, dat is wat er gebeurt. Ja. Dus ik heb heel veel met die koppers opgetrokken. En die, op Lister was die zo hazerwerk, smijtwerk en zo verder. Want de heel punt van de zitten, dat hebben ze wel gemokt. Hun werkte samen met Pijn en Paap. Ja. Pijn en Paap, ja. Ik heb die zin. Daar noemde ze het Pijn Paap. Ja, want dat was de andere. Dat was de andere Paap, dat was die van de reis. Ja. Maar ik veronderstel niet dat drie koppels met die van de reis. Ja. Je mocht dan ras en in het café zaten ze elkaar door de zat. Ja. Ja. De Radbreks in de Van der Elver van de reis ingeslagen. Ja, dat zeggen. Ja. Dat is een avonteur. Die praatte met de nationale ploeg. Ja. Want dat waren goeie. En na de training gingen die nog eens drinken. Ja. En als men weer kwam, ze 2 dagen erachter. Ja. Ik naar Roos. Maar dan is het een paar gezeten. Ja, dat klopt. Ja, man. Die koppers bevallen, die koppers van de marihuana was een hele goede voetbalist. Ja. Ik geloof dat er in die tijd 27 internationale matchen gespeeld hebben. Ja. Nou speelden ze 5-6 matchen per jaar, maar in die tijd speelden ze maar 1 per jaar. Hè. Ja, en die op een bepaald moment kregen de kans, als ik me niet trompeer, ofwel naar Real Madrid te gaan ofwel naar Barcelona. En dat mocht niet van Canunic dus zijn. Dat mocht niet van Canunic dus zijn. Dat is, ik weet er veel van, maar die koppers, konden er vlak mee verder. Ah ja, natuurlijk. Ja, maar die mannen van de gelei, dat was echt, dat waren 2 keer dus. Die nageslacht ook, hè. Ja, die nageslacht. Want in de jaren 50, de Klaan gelei, die speelde met Janneke van Rossemille, van de Keizerswinkel tegenover Sint-Jozefstraat. Janneke van Rossemille. En dat was zo Klaan, spichtig, manneke zo. En als kermis was, stond die voerwagen van de voorkramer, stond er van buiten de Vrijdestraat. En in het coiffeursalon van Fons Peters, een coiffeur, konden dat zien, maar dat die daar allemaal uitzitten. Ja. En Janneke van Rossemille was onder die voerwagen, was op zo'n haven met een strade, met karabinen. Die was daaronder aan het spelen, ze merbollen aan het zoeken, of ik weet niet wat. En die van die gelee stond boven, en die moest ineens ook nodig. En die deed de spleten van die voorwachten. En die klanen van Janneke van Rossemille, die kwam er van onderop. Die wist niet goed wat er maar voorkomen was. Dat waren echt trucken van die van de gelee. Als je daarmee op gang was, dan werd het goed af. moesten ze... Je moet en in toe houden en dan zelf ook. Hè. Dan was het een gebeurenkring en vlak voor de kermis gingen ze van de mensen rond. Ja. En al de mensen kochten een lutje zo, en dan mochten ze een feest dragen. Lied van de gebeurenkring. Ja, precies. En dan die kermis die uiteindelijk praktisch allemaal kocht dat. Hè. En die had uiteindelijk wat centen en dan organiseerde die van alles. Maar gelijk als gezegd, die kermis die is toch wel 5 weg. Op de Vuurstierweg? Ja, op de Vuurstierweg, zo van de Vrijdestraat stond die, tot mama weten, zo tot aan de Wieligestraat en soms ook nog tot aan de Buikstraat. Ja. Want de Buikstraat stonden ze vlegerkjes en aan de Wieligestraat, de hoek van de Novemberstraat, juist net voor de fotograaf, op die oude plek, die op plat gemoemd naar tijd was, daar stonden de botsenbakkers. Ja. Daar moet ik niet zijn. Die winkel op de Terveste Stier. Was recht tegenover de Sint-Jozefstraat. Ja. Dat was nou nog altijd een winkel. Die Sint-Jozefstraat was aangetrouwde familie dan al. Die kwamen, konden ook dingen vertellen. Ze was ook de sloebers. Ja. Vlak daar even, de Rossemille was een Christus, bijna Christus, die is niet geweest. Die leeft nog. Rossemille? 97 jaar. Die vrouw is in hem getrouwd, want die Arvent is in die boot, daar in de raam, is die doodgemaakt. Maar die lijken getrouwd. Ja, heel de gebeuren sprak daar nog jaren over. En wat moet ik er dan? En die schoenen groeien dan wel. Ja, daar kon Janneke ook van vertellen, maar daar ga ik niet in detail treden. Dat kan vertellen. Als Janneke zijn tong loskwam, dan... Had inderdaad nog een viswinkel, dat was de viswinkel van Sterks.
Ja. Dat was de vader van Marcel. Ah, ja. Die hadden een viswinkel in de Stienemuilenstraat. Ja, ja, dan even naar de Stienemuilenstraat. En dan even was een café. Ah, die vakantie. En dat was de vader van Marcel Sterks en de grootvader van Udi. Dat is nog later door een Hollander overgenomen. Die zoon is een grootgieter geworden. Die is getrouwd met een van dingen van de Minerva. Dat is ja, waar de trouw is met van de Minerva. Dat is een Alex. Dat is de Alex Giro. Dat was toch een mist, ja. De Alex Giro. Die hadden daar ook een café, hè, wat een smalle. Ja. Een smalle Giro, die had daar inderdaad ook een café. Nou ja, voilà. Dus, het is een afgedwaald. Ja, goed. Ik heb nog één tekstje over de kermis. Kun je naar de kermis? En op de vier met kloppen kan wafel. Ik heb niet veel geld in mijn chapeaus. Kroop een pakketje en trek de vlog. Ja, de flos trekken. De flos trekken, dat is daar. Jacqueline? Ja. Om die in de binnen, ik weet het niet. Ja. Kun je naar de kermis? Wat zie ik daar staan? Een hele grote muil met veel luchtjes. Met veel, veel luchtjes. Veel luchtjes. En keiharde muziek. Dat is hier aan mijn oren. Voilà, dat is de avonddag die een beetje boven komt. Ja. Wie moet er nog? Annie? We gaan naar de kermis met onze bompa. Spelen we de trekbiljartjes. Onze bompa doet dat ook. Die doet dat ook eigenlijk. Maar ja, als ze daar bom, dan had er dat heel veel plezier. Voilà, je bent een beetje speelziek. Hè? Rudy? Ik noem ze Lokers, schat of zeg. Lokers ja. Accent. Ik kan naar de kermis, maar lief vraag gelukkig niet mij, want het is geen kattenpies, ik heb een stukje met gilet. Nog de mannen van de gilet. Ja, voor die naam nog op ja, 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 dat komt cool. Leo? Ik heb het. Ja, sorry. Julien? Ja. Geen naar de kermis om de rup staan, want als dat de mensen wat mij willen verkeren en ik wil ze een beetje geven. Een beest. Ja. Dat is een vreemd woord. Een beest. Een beest. Ik wil zeggen van vader, ik spuis het toen. Ik ga naar de kermis met Adriaantje, mijn lief. En samen klagen, want ze krijgt niet naar beleven. En ze krijgt? Ze krijgt niet naar beleven. Dat versta ik niet. Nee. Dat verstaan. Wat is een goed zingen? Ah, naar beleven. Naar beleven. Ze krijgt wat naar beleven. Ze krijgt die groep, maar wij weten niet of dat van dat reuntje niet of van een. Ja, ja, maar wie is dat? Van wie is dat dat ze niet naar beleven krijgt? Niet zeggen. Charlotte? Kunnen alle kennis, alleen dat was is het koos. En op dat stabinij met groet en dust, en dan een roos, hoe is het wel al meer rust. Ja, merci. Je ziet dat dat uit de hoek komt van alle kanten en van alle hoeken. Hè. Ik heb nog één tekst daarover, over de kermis. En dat is... De kermis in de Neckeral. Want de kermis, dat wordt modern. En hoe langer hoe meer is kermis ja, op een andere manier dan dat als Krankadé gekend hebben. Voilà, die lees op, dat gaan we nog eens even doornemen bij de plaatsen. Dat komt ook op de Spreekrant. Een doepsignorke is daar aan zijn parlee. Is dat ik van mij Nou, dat weet ik niet wie dat is. Dat kan, ja, dat kan, maar ik weet dat niet, ja. Van Ballenbergen. De landmeter. Ja, dat kan niet. Chef van Ballenbergen was te vader, hè? Dat heb je niet gekund. Chef van Ballenbergen, die met hoeveel is gekregen? Ja, ik heb die in een boek van de, hoe heet de straat? Ja, de Baaklaarstraat. Dus, ja, merci. Ja, dat is zijn vader. Ja. Was nu Jeff. Jeff, ja. Die over de Mandelbusje raad geschreven. Ja. Maar ik heb wel over een dialect. En dan deze vader was Emil. En die is begonnen. Ah, die is begonnen. En die gaat een kantwoordenboek komen. En de, hoe moet ik zeggen, de afstammelingen hebben voor een groot deel gebruik gemaakt van het werk van Emil.
Dus dit zijn drie generaties, hè? Nee, van Balbergen. Ja. Met de fietsdraai, die heeft dat is gezegd. Maar in Bielen ben ik niet gekend als van Marjan Pul. Nee. Een moderne touch, touch of een moderne slag of een drooi, ik zeg het gelijk dat je het mechels kunt zeggen, van de kermis in de Neckeral. In de Neckeral is er altijd wel eten blijven. Ofwel komt je daar aan de roemel, of je kunt er nog een echte jukebox of een flipperkas vinden. Of dan lopen Pierre met haar gat te schudden, of dat stem madame met haar tétagère te schudden, en in een paar toekjes kunnen dan deze dingen doen. Maar deze wijk is er iets speciaals, de woonbuis. Zullen vragen, wat is daar speciaal aan? Dat is toch ieder jaar hetzelfde. Ah wel, dat is deze keer niet waar. Deze jaar is er een concours voor de beste metser te vinden. Maar dat mag niet zomaar een gewone metser zijn. Moet een vrouw zijn. Dat is wel een dikke discriminatie, maar ik vind die concours toch goed. Dat er maar rap meer vrouwen op de chantees te werken. Dat er maar rap meer vrouwen op de chantees werken. Zeg nou zelf, de vrouwen klagen er wel eens over, maar welke vent zou zijn nagen niet gevraagd voelen als een zo'n mokken in een blauwe clown achter zijn gat begint te floten. Ik zou niet kwaad omzien zijn, hè? Maar een keer schoen teruglachen. Voilà, de opzienerlijke die in altijd een spotter is geweest. Dat is een andere manier van kermis beleven. Hè? Ja. De andere kant, hè? We zitten daar aan de linkerkant, zijn we gestopt. We gaan er drie pakken, hè? De eerste paragraaf, tot dan deze dingen doen. En dan moet een vrouw zijn en de rest volgt dan 1, 2, 3. Marcel, ga meug tot aan deze dingen doen. Dat is toeval, Marcel. En juist, anders had hij mee heen zitten. Ik heb dat aan de vrouwen niet durven vragen. Nee, maar moet je echt naar binnen met boven? Ja, gewoon eens lezen dat woorden, hoe dat dan meches klikt bij jou. In de Neckeral is er altijd weer eten blijven. Of we verkopen ze dat al een roemer, of je kunt er nog een echte jukebox of een flipperkast vinden. Of de roepen Pierre met alle gaten schudden. Of dat ze een schoen madame met haar tétagère te schudden. En in een paalkoekje kun je dan vele dingen doen. Ja, merci. Dat is Mechels van de bovenste plank. Ja. Allee, Rudy, laat eens horen wat dat gaat van de woonbuis. Van de woonbuis. Maar deze week is dit speciaal. De woonbuis van de vraag. Wat is daar een speciaal aan? Dat is toch ieder jaar hetzelfde? Nou wel, dat is deze keer niet waar. Deze jaar is er een concours voor de beste mensen te vinden. Maar dat mag niet zomaar een gewone mensen zijn. Moet een vraag zijn. Ja, merci. Alleen speciaal. Ja. Speciaal. Speciaal. Speciaal is alles beneden. Speciaal. Maar wil ik hier wat zeggen? Ik vind dat nu, dus je mag ons er goed. Ja. Ja, dat is waar. Ja, ja. Absoluut. Ja. Alleen daar en goed. Ja, dat is de buiten naar ik. De volgende, hè, ja. Leo. Dat is wel een beetje discriminatie, maar vind ik die concours toch wel. Dat er maar wat meer vrouwen op de chantiers werken. Zeg dat zelf. De vrouwen klagen er wel eens over, maar welke vent zou ze nagen dat niet gevlaat vullen als er zo'n mokken in een blauwe kluin achter zijn gat begint te floten. Ik zou niet kwaad omzien. Nee, zin, maar ik zou niet schoenen eens teruglachen. Ja, merci. Voilà, we hebben een beetje Mechels achter de rug. En dan gaan we even pauzeren. En klaar naar de werken. Gaan we dan? Aft. Zeg maar daar van de jeugd. Nou, gaan we naar het bal. En over het bal, ja, dat is altijd zo'n beetje chiquer, hè, een bal. Ja. Dat is niet gewoon aan dansen. Hè. Nou, de verschillende manieren van dansen.
De mensen van vroeger, die dansten meer gevarieerd. Als je daarna ziet, dat jong groot is, dat ze maar gelijk asperges heen en weer, of bossen in de bossen, de kopenij, ik weet niet. Dus, nou, gewoon aan het bal gaan, zei mijn moeder, dat is, was ja, in Mechelen, vroeger, van de terveuristeeuwig komende, de novelty in de Brul. Ja. Het schoon zelf, dus je zweten, dat zei mijn onkel altijd, de schraanwerker, ja. Dus ze weten. Die moest dat niet van hebben, want hij had er een keer voor gewerkt, voor de ze weten. En hij vond dat hem in het zak gezet was. De pater had de klaar lettertjes gelezen. En de pater wou alleen maar betalen volgens de klaar lettertjes. Mijn onkel Bob. Niet dezelfde familienaam, hè, want ik heb dezelfde familienaam. Maar mijn onkel Bob, dat is de broer van mijn moeder. Die was er niet gelukkig mee, de zussen weten. Dus de novelty, dat ging de zaterdags dansen, die weken dansen. En je kon dat binnengaan. En je betaalde naar consumptie. En je moest niet speciaal chic gekleed zijn. Je moest deftig gekleed zijn. Een kassen in een broek moest aandoen. Zij de groente als inderdaad. En dat was voldoende. Nou, die mensen die daar kwamen, waren natuurlijk gekende de mensen van de geburen. En als je dan danst, ja, met een niet vreemde zo direct dansen, dat deden ze niet. Je moest een beetje elkaar herkennen. En als moeder, als jong meisje in de jaren 30, die ging daar ook wel eens binnen, zo per toeval met een broer of zo, met een avondbroer. En daar kwamen daar ook jongens van de geburen. Sorry, ik moet even. Controle. Ja, ik weet het niet, zinnen wat dat is. Ja. Controle bent. Hallo? Hoe dat die wijden waren, dat die niet. Ik moet voor mijn ouder deze namiddag op een 93, dus je moet ja. Sorry. Ik was bezig over dat naar de novelty gaan. En dan werden natuurlijk de meisjes uitgenodigd door de jongens. Maar dat was ook zo dat er dan gechaproneerd werd. Hè? Of dat er hier en daar een keer gezegd werd, dat is een van de geburen, dat is een van de hoek. Hè? En zo hebben mijn moeder een keer, feit dat het bekend was, een avond gedanst met Paul van den Boeienans. VDB, die had twee tantekes in de Stienemeijerstraat, van Vuin de Stienemeijerstraat, dat waren goeie nooiessen. Want niet iedereen ging naartoe. Die wisten wat ze moesten vragen aan de mensen. En die tantekes waren misschien van moederskant, maar ik kwam daar regelmatig in Mechelen, in Tieterbellum, kwam dus op bezoek bij zijn tantekes. En hij wist misschien ook dat er in Mechelen schoenmesjes waren. Hè. Want de dochter van Bena Verlinde, dat was een Rosa, die was ooit Miss Mechelen verkozen. Als je van die gebeuren waart, zeg, nou, die Rosa Berlinde als Miss Mechelen, die was gekend natuurlijk. En ja, nou, wie toeval dat mijn moeder ook hetzelfde kleed droeg als die Rosa Berlinde. En dezelfde schone. En als ze dan naar de stad ging, naar de NAM, het laatste jaar in de NAM, een meisje van 17, 18 jaar, dat ze er al een volwassen vrouw had. En haar toekomstige schoonbroer, die was zo wat gemeenzaam. En die dacht dat als moeder vijand liep. En als moeder had zo een beetje een stapje, dat haar voet was scheef stond. En vanachter komt hem bij de baan en zei, ruis het poot is recht. En hij zei doen, en het was Miss Mechelen. En die zat dan in, die heeft dan alle mogelijke excuses aangeboden om Miss Mechelen niet mooier te maken dan dat nodig was. Dat waren zo die dingen die inderdaad gebeurden. In die novelty, misschien, dat weet ik niet voor zeker, maar dat kwam waarschijnlijk ook Danton. Want Danton, die van de Parti Sociaal Chrétien, die kwam in Mechelen vissen in de vrouwelijke visvaver. Hè? Die is getrouwd met één van Vuinde, Onze Lieve Ravenstraat.
leeftijdsgenoten, ook van mijn moeder. En die kenden elkaar, elkaar van ziens. En Nonton die is daar ook aan de lief gerokt. En die familie die hangt ook aan in met de familie Suimers. Dus, van de zaden. Van de zaden Suimers. Ja, dat zijn ook Franstalige, Franstalige Mechelers. Die onderuimen spreken die Frans, maar als ze botten zijn, spreken die Mechels. Als je er ooit als gids een keer mee rondloopt, dan is dat eerst in het Frans, want ze willen in het Frans. En dat duurt geen 10 minuten. Als ze kan op een schaver kloppen en in plat Mechels beginnen ze dan over. En uiteraard dat ze daar komen, spelen ze en vakanties daar gebracht. Dat is zo typisch, dat is echt Belgisch zo. Dat is Bench, die sfeer van Tulm. Ja, dat was dus... Ja, je ging daar naartoe als je dat moest invoeren, en dan moest niet te veel complimenten mee verkocht worden. Dan hadden we de gesloten bals. En de gesloten bals, dat was voor verenigingen en meestal zo wat de middenstand, of een club of die daar naartoe gingen. Dat was een beetje op afspraak, konden zo maar niet binnen. En dan gingen de moeders mee om te chaperoneren. En de moeders, die zaten bijvoorbeeld in de stadsfeestzaal, zaten die van boven te zien dat het met hun dochters en hun zonen verliep. Of een beetje opzaag. En dat ging goed. Ze zat aan de ene kant, de meisjes, aan de andere kant de jongens. En die mengeling, dat was ieder bescheiden. Niet al te opdringerig. Dat was altijd zaterdags. En dat duurde dan tot, zolang die moeder daarbij de baal wil blijven, want die moeder heeft dat in doog, dan is ze met een van die bezig, het is misschien interessant van wat langer te blijven. Maar vader Sproot, dus de vader van de moeder, die zijn dan altijd zondags om 8 uur naar de mis. Hè. Dus je kunt plezier maken, kun je dat op bed ook. Ja. Voor de meisjes, voor de jongens niet. Hè. De jongens die mochten alle bakken tot de gat in de nacht. En die moesten dan om 11 uur naar de mis. En dat was dan om lange tanden en een autokop. Hoe gingen ze daar naartoe? Ja, eerst en vooral naar de coiffeur, naar Glory, op de Vavoek. We hadden dat altijd de kalotten kunnen in, dat was het dan nodig. En dan natuurlijk een lang kleed. Een lang kleed, dat moest, hè. Dat was een beetje verplicht. Hè. Dan kon je niet zomaar met een kutrokske naar de rokskes vaven. Rokskes vaven, hè. Ja, maar een lang kleed, dat moest met een jaksken over of een kraanmanteltje naast elkaar was. En met de auto, hè, of de voituur. Je ging daar niet naartoe te voet, je ging met de voituur naar gesloten bal. Dat was maar 2 keer op jaar, hè. Dat ze ging, maar was niet zomaar alle wijken. Dat was ook een beetje allemaal bestudeerd. En als het niet meer lang kleed was, ja, dan misschien een mengeling van gesloten bal, bal maske of verkleedbal. Ik heb foto's gezien van mijn moeder in een roterskostuum. Dus helemaal met een karwatsje in de rand. Hè? Dus helemaal met rote slazen. Dat gebeen. En alleen ze zich trekken voor een schone notte natuurlijk. Allemaal net natuurlijk. Maar ja, ze was de jongste van 7. En ze hadden allemaal jongens voor haar. En haar zusters waren al twee zat. In zekere zin was dat de bedurven nest voor zo'n ding is toch. Goed, en dan hadden ze natuurlijk schone met hooghelen aan, hè? Als je danste, hooghelen. Wat dansten ze vroeger kan gisteren? Jongen, moet ik maar een kop daar nog sier mee doen? Naar wals en een polka en zo, dat werd er gedanst. En Charleston. En Charleston, dat weet ik niet. Daar is er niet van gesproken. Maar mijn moeder was nogal lid voor de wals, dat weet ik. Ik denk niet dat ze veel Charleston gedanst heeft. Maar goed. Dat, voor dus, hoe dat je daar naartoe ging. Dan hadden we ook de balmaske. De balmaske, dat was niet meer de taart van mijn moeder, dat was feitelijk van vijf, de Eerste Wereldoorlog en van vijf 1900 tot ongeveer 1895, 1900. Werd dat gedaan voor Jan en Alleman, een balmaske, maar dat waren ook uitspattingen, afrekeningen, ze kenden elkaar niet, met je moenbakjes op, dat is verbouwde bij wet, met je moenbakjes rondlopen.
Dat verstunde toch, hè? Een mond. Ja. Goed, dan, ja, het gemeenteraad dat beslist van dat niet meer te doen. En dat was dan gedaan. Maar mijn grootvader vertelde, die waren thuis met zes kaleien. En die, mijn overgrootvader was een opnieuw in Kolman, die verdiende niet veel. En die mocht zich heren, die hadden niet veel geld. En die meisjes wilden ook naar het balmaskei gaan, dus de zusters. En wat deed die? Die namen de glasgordijnen van de vensters. En over hun kop, met een mutsje op. En dan een beetje ja, de broers gaan jennen, hè. Een beetje gaan kruikeuteren. En dan er ook waarschijnlijk, alle kameraden. En ze sloegen er toch in om mijn grootvader aan de naak te slagen. Mm-hmm. En dat was dat, in de koets gaan rijden. Hè. Dan hadden ze wat centen om de keer van de grote af te hangen en dan gingen ze in de koets rijden. En iets dat ik van mijn grootvader niet verwacht zou hebben, maar dat zei mijn groottante dan. Mijn grootvader die wil altijd die gordijn wegdoen, om te zien wie dat erachter zat. En ze had heel moeite gehad om die gordijn. Goed avond, want ze had schrik dat hij met zijn nagels daar ging in krappen en die moest aan het venster hangen. En mijn moeder zou niet content geweest zijn. Hè. Dat waren dus de balmaskees van de feitelijk derme mensen of de gewone mensen. Hè. Want om daaruit te geraken moest hij inderdaad op het tanden baten en heel het werken en gezond blijven. En dan konden in een taal van de billenbok, dan konden we carrière maken. En dan heb ik ergens gelezen, misschien dat je daar iets meer van weet. Dat is rond 1770 in de Rode Schild, grote net nummer 8, dat werden redoutes gehouden. Redoutes. En redoutes, dat waren gemaskerde bijeenkomsten. En de kerk was daar hier net tegen. Gemaskerde bijeenkomsten. Redoute noemde dat. Redoute in het Frans is, schrik van hem. Vrees hebben. Ik weet daar niet meer of niet veel meer over. Maar ik weet wel dat er dus van de kerkelijke weg gevraagd werd om het gemeentebestuur om dat paal en perk aan te stellen. Een soort van gehame bijeenkomsten, Al-Qaeda, afval en letteren of zoiets, ik weet het niet. Dat is een klukkluksklokje. Wat zeg je? Dat is een klukkluksklokje. Nee, een beetje meer vrouwmetselaars. Ja, misschien ja, dat de anticlericaal was, dat denk ik. Hè. En dat ze dan ja, in de stad van de aartsbisschop, als je daarmee bezig bent, denk aan de Jansenisten, die werden ook opgejaagd, hè, die Jansenisten. De aartsbisschop was de hoek van de loge, hè? Ja, inderdaad was de loge nog. Ja. Ik weet niet dat de onze van de loge was, dat weet ik niet. Ik geloof dat die van die mensen, maar ik weet niet welke. Die van Loek zeker. De bisschoppen van Loek waren van de loge. Ja, Paul Riest in het tweede weet ik niet. Ja. Maar ja, Paul weg. De loge was vroeger niet antiklerikaal, ik ben zeker nog niet. Nee, in principe nog niet. Zeker nog niet. Die had daar het opperwezen. En die is een loge die is het opperwezen of de opperbouwmeester kennen. Ja. De loge was absoluut niet antiklerikaal. Wij hebben er met niet gedacht over. In de 19e eeuw was dat toch de Franstalige kant aan wat dat van Parijs, over Oost. En over namen naar hier binnenkwam, hè, dat was toch heel anticlericaal en dat hij in de 19e eeuw, in het begin van de 20e benadrukt, maar de invloed van de Angelsaksische loges, want de Amerikaanse officieren waren bijna allemaal logemannen en die verschoten dat hij verder inderdaad nog anticlericaal was over men. Ik heb ergens meegekregen van iemand die vertelt als of iets met een Amerikaanse, dat die dat de loge in Amerika, die in de Staten, hè, dat is wat dat een serviceclub is. Hè. Ja. Dat is niet een geheim. Toen is dat een Rotary Club in Bergen. Ja, nee, ja. Veel verbalste kwamen, hè, want je hebt daar enkel de novel tegen moet. Ja, zo. Er was ook de Alcazar. Ja, dat was in de Stassenstraat, als ik me niet vergis. Dat is Kalam.
Dat is een kazaan. Alle kazaan was de buitenland. En dan hadden we achteraf, achter de muil, kreeg ik nog een wijdering, hadden de derby. De derby en de ABC. Daar zijn tussenleg. Ja, ja, de pianist, ja. En dan hadden de ABC, eerst in de Broel. Ja, ja, ja. En dan de hoek van de Blootberg. Van de Blootberg? Van de Blootberg. Ja, dus dat was de cinema. Ja, ja. Nee. In de Fleuren, achteraf, achter de Fleuren. Oh ja. De Fleuren. Nee, de Fleuren was in de Vienen. De Fleuren was in de Vienen. Ja. Daarnet hadden we naar ABC geweest. Ja, nee. Ja, daar, ABC als, was in de Bruin. Als de ABC in de Bruin, als de ABC, als de Café Rio in de Bruin ontgebrand is. Nee, Rio, ja. Rio is ontgebrand. Ja. En de ABC, lag dan vlak de Vienen. Dat was dan, ja. Dan moest de gangskring aan, ja, ja. En als de Rio roodgebrand is, is er dan bij zij achteraf, en dat kan ik me houden, want ik heb dat niet goed genoeg geweest, is er dan bij zij achteraf op de hoek van de Oeid, de Sint-Pietersberg. Sint-Pietersberg. De Blootberg, zeg. Ja. Ah, ja. Dat is de meeste keer dat er door heet dat Blootberg. Ja, omdat ze daar regelmatig al is. Dat komt regelmatig al is wat bloot op. Ik zeg niet op welke manier. We zijn mirakel. We zijn mirakel. Ja, ook ja. Maar wel, daar heb je buiten de ABC geweest. En dan daar vroeger en daarachteraf, achter de ABC, heb dat een hobbyshop geweest. Ja. Met trentjes. Ja. En dat vond ik als een lijn, man. Ja. Ah, de hobbyshop, ja. Maar de ABC heb dat geweest. Dat zijn dat nog ook niet zeker. Dat is voor de kermissen. Dat waren de spiegel. Spiegel. Ja, dan zitten ze aan de messen gehad die hier speciaal zien. Dan kon je daar even kijken. Het beste voor een kiek hier, like de Rijkspel van ja, ja. En ze hadden liever, daar kon de smodderen dat de stuk ja. Wist je die begrip smodderen? Ja. Dat weet ik, dat niet. Je moest dat niet oppassen als het ad verschuilt, he. van zo'n spang naar vrij komt, dat moest je wel oppassen. He. Dat kostte wel een stuk van dat toekomst. Ja, zeg Leo, maar die spiegeltent was dat ook niet, wat ze nou nog gedaan hebben, nog niet lang geleden op de grote. Ja. Vroeger stonden die op de kermis, de stonden die spiegeltenten. En achteraf, wat dat, ja, hoe wil ik dat zeggen, recht over de Bergstraat. Ja. Aan de Vreemdbekkeraal van Iekhout. Ja, dat was van die van Hofstal. Ja. En daarachter, op dat plan, daar stond Vreugde de tent. He, want we hadden een aantal danstenten. En daar stond Vreugde een tent en danstent. Op de truck. Ja, die straat dat toen. Dat genoeg, hè? De straat dat toen. Ja. En dat was de tent van Van Duren en de tent van Pijpermans. Want gaat dat twee? Pijpermans. En Permans, die nat recht over de Verzorgstraat, was dan de schilderswinkel. Ja. Op de Veurestier. Ja, dat weet ik. En dat was nog van die zijn vader. Die. En de Tim van Van Duren, dat was de grootvader van Manix Vrouw. Ja. En die woonde in Hofstal. Die had in Hofstal een café, maar met de kermissen die deed tinten. En die huurde een tint en die gingen de kermissen dan weer af. Ah, ja, zo. Ik denk dat nog, maar toch in het glas bijna. Ja. Dat hadden een duil op die kermis. Ja. En dan was het schaar. Ja. We waren daarin en dan kon je niet. Dat was ook plek. Ja, dat was dan niet die smodderen wat tegen. Dat was te publiek, ja. Je zegt een Alkazaar, man. Dat is een Balkazaar, hè. Balkazaar. Voor dezelfde generatie gaan naar de Balkazaar. Ja, ik heb natuurlijk in de Balkazaar. Is dat een Balkazaar? Balkazaar. Dat is voor de senioren. Aan het Keerbergplan is dat gerust, weet ik. En in het cultuurcentrum ook. Dat is nog. Dat is een Keerbergstraat. Dat is een Keerbergstraat. Dat is een Keerbergstraat. Dat is een Keerbergstraat. Dat is een Keerbergstraat.
ze dansen dan met veel enthousiasme in de namiddag, maar ze moeten zien dat ze allemaal willen shot kaffen en ze een stuk toert geiten en vuil dat de tv-vetels beginnen. Want als de tv-vetels beginnen, ja, is heel die hoop weg. Ja, ja, nou je wilt dat je er plus voor zal, hè? Dat is voor de 80 plus. Ja, dat is echt. Serieus. Dat was wie dan achter iemand anders in zijn teveugen. Ja. We gaan even verder als het mag. Ja, nou, de redoutes kent ook bal van de burgemeester. Hè? Ja. Dat is heel wel naar gekend, dat is ook modern. Hè? Ja. Vroeger was dat waarschijnlijk heel slecht, maar dan mag iedereen erop. Geen bal in de burgemeester. 2005 nog, dat weet ik. Ik heb even al zeker in mijn kop de blauwe wiegjes bestaan. Dat is van de liberaal. Dat is van de liberaal. Ja. Hoe heet dat? Dat is hier Ja. Hoe heet dat? De blauwe wiegjes. De blauwe wiegjes. Ja. En wat van de blauwe wiegjes eten. En in de dorp was het in de oude stadsvieszaal. Ja. En ik heb er nog geweest en aan de tweede oorlog in de Salon Sondijk. De vrouw, maar dat was heel exclusief. Ik ben er nooit in naartoe geweest. Dat was iets sprookje. Ik had geen centen, de tweede. Ik had maar in een bal van de liberaal. Nee, nee, nee. En wiskjes staat voor wat? Dat woord wiegjes. En dan wiegjes. Wat is de bal die je zegt van de ingenieur weet? Dat is mijn sociaal inzicht. Aan al die ballen, ik heb in de dag, dat chef zat van alles moeten klasseren van eters. Dat was met een ander te verdelen van eten. Dat was van de tuinlanders, of dat was van de kindjes, wat weet ik. Dat was altijd de verdeling. Ik hou je nou denk ik ook dat je de kast moet steken. Ja, dat lokaal was in de weg gestaan. Ja, dat was de naren. Dat was de naren. De naren. De arbeidsvleugel van de liberaal. En de wet hadden de sessies, dat was de burgersvleugel. Want de liberaal wie. In de Beffenstraat. Als we het toch van alle Mechelers, dat was Luc van der Wilde, ja. De oom van der Waar. Luc van der Wilde, advocaat, dat was de leger van der Waar. De liberaal Smits, die dienst toen de burgemeester. Ah, Smits, Leo Smits. Maar, anekdote, in 1958 met de verkiezingen is dus Spinoir niet meer met de liberaal meegegaan, maar met de zagers. De pijn is zagers. En dan lachten ze met hem en dan zeiden ze, die van de Cécile was de waren in mijn oog, en dan weet ik het niet, maar dan weer moest lachen. Omdat die dus ze stum waren, niet de maat liberaal, maar toch stum rekenen. Ik zeg niet nog. Het is een grote daar in de wijk om de liberale burgemeester in Benin. Die in Benin, in Afrika. Die in Benin. Weet je wat dat hier gaat doen? Dat is geen mop, dat is gisteren verteld op een persconferentie van de stad. Hij moet de verkiezingen bijwonen in Benin te zien dat dat wel allemaal democratisch is. En dan gaan. Volgens mij is Sanders in een vreemde blijven mol geweest. Is die wat? Een mol. Een mol? Die wil alles onder de grond. We gaan nog even verder. Dat allemaal met de burgemeester en zijn bal. Maar dan is ook de carnavalbals, die in deze taart aan bod zijn. En dan ook de oudejaarsavondbals, die ook nog in de smaak vallen bij de mensen. Dat is een opsomming die misschien niet volledig is, maar een idee geeft. Nou, zoals dat straks gaan we ook even oefenen. Hè. We gaan even proberen van deze keer te zeggen, ik gun aan bal. En zoals je daar even veel regeltjes geschreven hebt, ik geef een voorbeeld. Ik ga naar bal, ik ga naar dansen met mijn lief, maar ons moe, moejal, had liever dat ik thuis blijf. Dus ik ga naar bal. Moeten we terug aan ons opzij?
hier, ik heb hier nog papier, hè. Dat kun je ook zeggen. Wat wil ik zeggen? 20 ballen. Ik heb me laten inspireren door Charles. Ja. Mijn man met mijn perking. Ja. Dus Charles die weet wat we hebben gedaan. Goed, is iedereen, iedereen is min of meer klaar? Ga ik beginnen aan de kaart? Ja, mag ik zeggen? Ja, ja, ga ze klaar, dus. In gang. Knapbal, Annelies speelt dan muziek en Marjaleek is in kaschoen, dus kunnen we dan schoon aan zeilen. Zegt er nou, we zitten iets gestraagd. Annelie. 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 Dat was Marjaleek. Ja. Annie speelt dan muziek. Ja. En Marjaleekes, die zingt dat in schoen. Ja. Dus komen we dan schoon aan de zijde. Nou, voilà. Ja, merci. Voilà. Juliette. Staking. Ja, ja, nee. Ja. Oké, Annie. Ja, ik ging naar bal, maar vijf met Toos weggingen, moesten we s'avonds iets te groen, dat was de groene van de soep kussen met sandalas. Maar we moesten weer met 12 euro tozen. Dat is een persoonlijke, moet ik zeggen, bekentenis. Ja. Zo. Het was ook streng, Toos. Ja. Annemie? Ik ga naar bal, maar die van ons wil niet dansen. Daar komt nog een dras van, dan pak ik maar één van die dansen. Ah, ja. Pas op, als je met Fransen weggaat en je kust die, dan was er een effect, hè? Dat weet je toch, hè? De Fransman kussen. Ja, ik heb me laten inspireren naar Frans dat van de burgerij. Ja. Dat is iets Frans. Ze zijn meer Fransen dan dat is jullie. Luister nou. Madame is opgekleed. Hoe? En meneer vraagt hoe wat? En madame antwoordt. Ik kan naar bal af en le fi. En de dag meteen is meneer opgekleed en madame vraagt hoe van. En meneer zei, je wil zo veel af en le bal. Een ondeugende, hè? Ja, ondeugende. En dat is dan bal. Iedereen heeft dat begrepen, hoe van je? Ja, ja. Rudy? Dat is niet goed. Het is een bal, mag je nog lief? Dat ik een duintje zoeken zal, anders voel ik me een dief. Dat ik een duintje zoeken dan? Zoeken zal, anders voel ik me een dief. Ja, oké. Okay. Ja, de volgende leven. Pas op, dan kunnen we de rechten verschuilen, hè. Dat is ook een van die typen die met een sakos in de paskotje zit, zeker. Ja. Met een camera in. Ja. Julien? Alle vier weken mochten we met de bal gaan in Tuinhof.
Dat was van de toners en van de boeren jeugd. Daar mochten we van toers in gaan, maar de seks om de stage, daar mochten we niet in gaan. Dat mochten de toers niet weten. Maar die ging toch. Dat laat ik binnen. De seks, dat was de familie Bolle. Ja. Dat weet ik niet. Ja, dat is wel geweest. Ik heb dat gereden. Nee. Ieder? Ik ga naar het bal. Het is niet van Willem, maar van moeten. Ik ga even aan het stammen, want ik heb twee linkervoeten. Ik heb twee linkervoeten. Charles? Ik ga naar het bal. Ik dans per tang niet garen. Aan de doek trek ik buiten met een plan. Maar als het moet, dan lever ik op je steen. Studentenbals, dat was ook, dat heb ik nog vergeten te zeggen. Al die clubs die ofwel in Mechelen zaten, ofwel naar Leuven of naar Gent of Brussel, die hadden nog allemaal in bals. Nagetto was er een van bijvoorbeeld, dat weet ik. En het Bal van de Wesp, dat was ook heel gekend. Bal van de Wesp, dat was heel Mechelen. Hè? Dat is heel Mechelen. Heel Mechelen was dat. Toch. De Zask was dat niet bijvoorbeeld. Nee. Ja, dat is, die was wel de Zask. Ja. En dat is dan? Zuid-Antwerpse studentenvereniging. Ah, dat is ook Mechels, hè? Oh, dat waren die Charles die op zijn jurk kwamen pikken, zeker. Pas op, hè? Pas op wat dat gezegd, hè? Dat zijn de Vikings. Dat zijn de Vikings van Antwerpen. Ja. Dat zijn de Vikings van Antwerpen. Allee, het is dat vergeven, het is dat vergeven. Waar we wel van te leiden, maar een gebied van Gierhuisbergen gaan pikken. Ja. Ja. Ah. En dan hadden we die heel pruilpukjes geleid in Kribbeke, want dat was met de kerstmisperiode. Dan hadden we die heel pruilpukjes geleid in Kribbeke van Oost-Livraal Kerk. Kinneke Jezus rood gehoopt en van een gebied van de kerst geleid. En dan hadden we gezet in beeld dat we van ja. Dat is al Ik weet nog met mijn achteraf minder vertalen, dat was het volgende. Met die, was ook dat slecht aan de politievereniging hier, dat is bij ja, met die van zijn groot stuk talen in, dat waterladingsje dat ook nog vast. En zijn vroegje was ook lang binnengekomen. Want dat heeft nog moeten betalen. We zijn aan het bal geweest, we op de steen gedanst, anders in de toegangen. En dat zijn er in die tijd heel wat Mechelse figuren die dan later naam gemokt hebben. Dat was allemaal uit de tijd van de jaren 68. Dat was dan allemaal zo, de Golden 60s. En dan in 68. Francis Beider is een van de ook. Ja, is een van de ook. Ja. Deze zuster woonde nog lang. Je moet dat nog. Je hebt je wel eens van. Je moet dat laat zijn als ze nog leeft. Maar dus de Pallebaye, dus de zuster van de Francis Beyer, Baye is de leden. Baye. Je dochter. Die met Jan Leemans, dat waren inderdaad bekende Mechelers. Die alleen Mechelers. Maar hij in Kiebergen begraven. Baye? Ja, Francis Beyer daar in Kiebergen begraven. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, maar nog dat. De kingdom. Muziek ken ik niet veel, eerlijk gezegd. En dan hoort de Jackie Moret. Ja, Jackie Moret.
Ja. En Frankie Bodeke nog houden. Ja, ja, ja. Ja. Die hebben de kermis gestaan. Ja, ja. En dan zijn mienen te zien. En die zijn dus ook net zelf goed gebleven. Ja. Was dat hier nog een andere plaats? Van vroeger met de kermis. Vroeger met de kermis. Praktisch in ieder café zat er een jazz. Ja, ja. Ah, ja. Jazzke, nee. Ja, ja. De Texan. Ja, de Texan. En de Ja, dat is juist. Marcel. Ik weet niet, was de sterkste. Die familie sterkste weer ook bekend, ja. Van Kerkhaven of van Kerkhaven? Ja, voor in de tijd, ik werd nog in de tijd van de crochets op de radio. Ja, sterkste. Dat was elke keer sterkste die hoorde. En deze broer, dat was een gebrekkelijke, hè. Ja, die hebben mij op de klas, Lucien, die hebben mij op de klas gezeten. Ja. En zijn zuster, dat was iemand jaar van mij, zijn zuster, die dat juist gebeld heeft. Die was in school. Maar hij vindt zomaar rot te drukken, die had aangebouwde gebrekken. En die was dus. Dat was een circulair. Incontinent, dat was een circulair. Die neemt dus altijd mee naar voren. Die had geen geslachtsorgaan, hè? Nee. Dat was in plastic. Ja. Nou, als die op de speelplaats kwam, dan moesten we wel even opletten, want die mocht geen stop krijgen. Hè. Maar die speelde dan voetbal gelijk, de rest met zijn kromme benen en iedereen moest tot de weg blijven. En die mocht te huilen natuurlijk. Hè. Ja, mocht daar geen stand bij geven. Hè. De toijarts van de Malibar. Ja, met zijn stomp. Die is trouwens nog getrouwd met de dochter van Mare Christus, ja, dat is waar. Hij is de oude die de kind van Christus is. Ja. Dat is mijn betreft aan mijn moeder. Ik ben geboren in de nacht, dat doet de dochter van Christus geboren. Dat is een lekker kind niet. Ja. Maar afdragend begrijpen dat dat de mens van die rijk is. Ja, want anders waren die later, was dat? Ja, ja. De dochter van Christus. Ja, Berg. Ah, dat zei hij. Berg, Christus. En die niet is ook Christus. Nee, Christus was zijn achternaam. Ik weet dat je al kent. Ah, Christus was achternaam. Ja, ja, maar kunnen we de volgende keer laten zeggen. Ja. Ja, het was gelijk de Spanjaarden, die geven gemakkelijk de naam Geesu. Geesu Jezus aan hun klein mannen. Hè? Ja. Ja, Jezus. Dat is dan raar, als die wat mispeutert, dan krijgt hij. Maar ik zal je de woordje zeggen, omdat je dat kent. Ik heb dat toch zo horen zeggen. Maar ik weet niet dat iedereen dat kent. Mijn Teterboske. Mijn Teterboske. 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 Een vrouwenbus, dat is gelijk als elektrische treintjes, hè? Gelijk wat? Ja. Gelijk als elektrische treintjes. Ja. Het is gemokt natuurlijk wel een man op de grote spel. Dan moet ik ook om tafel. Ik heb hier nog alleen. Ja, want dan moet ik allemaal hebben het teter, teter, teter. Nee, dat is dat vuil niet, hè? Ja. Maar ik val erin, maar dat al die dat vrijzig zijn, dat er dan toch ongeluk. Ja. Ik vind dat ook, dat er niet meer op ik heb in jaren niet zo goed gezegd. En ik dacht zo, dat is eigenlijk een spel, een hulpgever, dat kwijt door. En nee, dat is waar. Ja, euro net te zeggen, en dan voor je dat en je kan achteraf nog poppen vertellen. Ja, ja.
veel boven, hè? Komt veel boven. Kan ze niet betalen. Vrouwenborsten en treinen. Ik heb dat er ook van. Cool. Wist je dat Koerden ineens toch in dagen? Ah ja, dat ja, daar is me om Eleonora te bedanken voor hun meewerken en de sfeer. En ja, kijk, het is scherp gedaan. Het is een aangename ervaring geweest, zowel voor mij als voor jou precies. Dat wist ik jullie allemaal best. Ja, het was interessant. Tot nu toe, wederom. Ja, dat.